Als je start met een tentoonstelling, met een plan voor een tentoonstelling, dan probeer je eerst zicht te krijgen op het totale oeuvre. Dus je wil weten van, ja, hoeveel werken heeft een schilder gemaakt en hoe ziet zijn ontwikkeling eruit? Dus wat maakt hij in het begin van zijn carrière, wat maakt hij dan later? Dus daar probeer je een beetje zicht op te krijgen. En je bedenkt dan van, nou, wat is het verhaal wat ik wil gaan vertellen in de tentoonstelling? En als je dat hebt, dan ga je de mooiste werken die daarbij passen, die ga je kiezen. En ja, uiteraard komt daar achteraan dan een heel lang traject waarin je in contact moet treden met de eigenaren van die schilderijen om te kijken van, zijn die ook bereid om die schilderijen daadwerkelijk uit te lenen?